Bladluis. Hoe herken je dat je last hebt van bladluis? Deze pruimenboom heeft heel veel bladluis. Bladluis zit vaak aan de onderkant van blad en het is te herkennen aan witte vervellingshuidjes op het blad en plakkerigheid. De plakkerigheid wordt veroorzaakt doordat de bladluis plantensappen opzuigt. De suikers van de plantensap hebben ze niet nodig en die scheiden ze uit. Deze sap van de plant, wat ze uitscheiden, noemen we honingdauw. In deze pruimenboom zitten al heel veel natuurlijke vijanden. Dit is de pop van een zweefvlieg. Ook lieve heersbeestjes zitten al in deze pruimenboom. Ze zijn ook op de luis afgekomen om deze te bestrijden. Om deze pruimenboom van een luis af te helpen op een biologische wijze, kunnen lieve heersbeestjes ingezet worden. Deze lieve heersbeestjes zitten als larven verstopt tussen de papiersnippertjes. Het zijn larven en dat heeft als voordeel dat ze nog geen vleugels hebben en dus niet weg kunnen vliegen. Deze larven zijn heel vraatzuchtig en zullen eerst moeten eten alvorens ze kunnen verpoppen tot een volwassen kever. Het uitzetten van deze larven is heel eenvoudig. Het kan met behulp van een jute zakje. Dan kunnen de larven in het zakje en kan het zakje opgehangen worden aan de boom. De larven zullen er vanzelf uitlopen. Een andere manier is om een koffiefilterzakje open te vouwen. Eerst een klein stukje ervan afknippen, zodat ze niet zo ver hoeven lopen. Daar kunnen de larven ingestopt worden en dit koffiefilterzakje kan in de boom worden neergezet. Van daaruit kunnen de larven hun weg naar de luis vinden. Doe dit op een droge dag, zodat ze niet gelijk wegspoelen.